De douanebond Suriname stelt een ultimatum van 2 dagen aan de minister van Financiën. De bondsleden zijn de huidige situatie beu en hebben het gevoel dat ze niet worden gehoord door hogerhand. Bondsvoorzitter Joyce de Vlug zegt tegenover onze nieuwsdienst dat zij de leden niet meer kan zoethouden met praatjes over rekening houden met de situatie van het land. Volgens de Vlug komen zij geen stap vooruit door alleen gesprekken te voeren met de directie. Zij willen rechtstreeks van de minister horen. De ambtenaren, de leden, zowel van de douanebond als van de bond van de ontvanger, de mensen zijn sterk gedemotiveerd. Ze zijn de situatie beu. Elke keer als we een vergadering beleggen, zijn het steeds weer dezelfde punten die we naar voren brengen. En sowieso als we kijken naar wat we hebben bereikt tot nu toe, moeten we eerlijk zijn en zeggen dat we niets hebben bereikt. Als we praten over uitviso stappen. Het is iets dat bij de vorige regering dat we al daarmee bezig waren. Er zijn bescheiden, al die dingen zijn overlegd aan de minister, de huidige minister, ook de directeur. Waarbij er duidelijke schrijven zijn dat we uitviso stappen door de vorige minister van Financiën. En waarbij er duidelijk instructies zijn naar de directeur toen, meneer Sunder, om dat alvast in orde te maken voor ons. Waarbij we alvast die nieuwe beloningsreeks konden krijgen. En dat kregen we, maar alleen hebben ze het aan de hand van dat van de politie voor ons uitgerekend. Dat was niet de afspraak. De bondsvoorzitter geeft verder aan dat zij sinds oktober 2020 een gesprek hebben gehad met minister Achaibersing. Echter zien zij geen beweging vanuit de minister, nog vanuit de directie en daarom zijn er tijdens de algemene ledenvergadering enkele actiepunten opgesomd. Met onmiddellijke ingang niet verschijnen in uniform. Reden, de ambtenaren bekostigen sinds 2018 hun eigen uniform. 2, na 48 uur geen ontvangst van de minister, gaan wij naar verkorte werktijden. Reden, vanwege het niet nakomen van de schriftelijke gemaakte belofte over de rechtspositionele zaken van de dienst. Waaronder werving, nieuwe beloningsreeks, stappen uit viso, afronden douane, hoofdkantoor, stopgezet de bouw, uitbetalen van overuren. Er zijn nog veel meer punten. 3, met onmiddellijke ingang stopzetting hout uitvoer. Rol van de douane bij de inlading is een misvatting en moet gecorrigeerd worden. De douane is geen houtkenner. En de wetgever heeft die verantwoordelijkheid nimmer aan de douane toebedeeld. Waarom wij op dat punt komen van dat stopzetting, met onmiddellijke stopzetting van hout uitvoer. Geen enkele ambtenaar is beschermd. De ambtenaren werken volgens de regels, de wetten. En dan nog word je aangehouden. Terwijl men precies weet waar de fout ligt. De douanebond valt over verschillende zaken die het werk belemmeren. Zoals gebrek aan kantoorbenodigdheden en huisvesting voor douaniers op detachement. Ook moeten douaniers al sinds 2018 zelf voor een uniform betalen. Als de bond binnen 2 dagen niets hoort, hebben ze vrijdag wederom een ALV. Dan wordt besloten welke stappen zullen worden ondernomen.